de Anne met de orakelthemakaart van week 36. Deze week zijn er een hoop nieuwe dingetjes. Denk eraan dat er aanstaande woensdag 5 september dat dan de echte verkoop start van de Passievol en Bewust ontmoetingsdag voor zaterdag 29 september. Dat is in het Brinkhuis te Laren, hier bij ons in het Gooi, van 11 tot 4. Dus de lunch zit erbij. De mensen die in de Passievol en Bewust de VIP-groep zitten, die zijn er gratis bij. En aanstaande woensdag start dus de verkoop van de kaartjes voor 29 september. Nou, deze week heb ik deze set kaarten. Ik dacht van, nou, die heb ik al een tijdje, maar die gebruik ik nog niet zo heel veel. Doreen Virtue, Aartsengel Gabriel orakelkaarten. Dus het doosje zit nog redelijk strak. Ten teken dat ik het nog niet zo heel veel, sorry dat ik kuch, gebruikt heb. Epa. Ja, zo. Nou, dan gaan we eens kijken wat deze mooie kaarten ons deze week te zeggen hebben. Dus denk eventjes aan een onderwerp, aan een vraagje. En dan gaan we eventjes schudden en kijken wat er uitkomt. Hi, hi, Sharel, of spreek ik het Sha uit? Of Sha, Sa, K. C voor U, O, A is K, maar dat is een H, dus dat zal Sharel zijn dan. Denk ik hoor, dat is mijn invulling, maar dat weet ik niet zeker. Maar hoe dan ook, ik zwaai eventjes. Eens even kijken. Wat is de kaart, orakel themakaart van deze week? Oeps. Nou, deze valt eruit. Nou, dat vind ik wel een hele goeie. Dat is wel een thema inderdaad. Oké, heel erg mooi. Ik zal even kijken als ik hem zo hou. Dan kunnen jullie hem zien. Sta jezelf toe om te ontvangen. Verwelkom de zegeningen van God en zijn antwoord op je gebeden met open armen. Nou, dit is natuurlijk een kaartenset uit de fase dat Doreen Virtue al richting haar doop is gegaan. Hè. Ze is opnieuw of herboren of nieuw geboren, weet ik hoe dat heet. En ze is... De andere kaarten waren natuurlijk meer spiritueel gericht. En dit zijn de kaarten die al meer naar het christendom aan het gaan zijn, zeg maar. Er zijn natuurlijk in het verleden had je ook aartsengelenkaarten die echt op het spirituele vlak zitten. Hi Inge, Sharel, oh, goed uitgesproken. Hi Alida. Nou, en dit is wel een hele mooie kaart. Van uit deze kaartenset voor de mensen die er nu net bij komen. Aartsengel Gabriel. En dat je jezelf toe moet staan om te ontvangen. Nou, dat is in mijn privé situatie op dit moment helemaal van belang. Helemaal van toepassing, niet belang van toepassing. Mijn vriend heeft natuurlijk vorige week een motorongeluk gehad. En hij is heel sterk en heel stoer. En het is voor hem ontzettend moeilijk om zorg te ontvangen. Terwijl ik niks anders doe dan wassen, aankleden, uitkleden, pleisteren, wonden verzorgen en whatever. Maar aan de andere kant, na een week was ik ook een beetje uitgeput. Dus ik ben toch eventjes wezen bijtanken bij een hele lieve vriendin van mij op het Zeeuwse platteland. En die heeft mij op haar beurt weer helemaal verwend. Dus sta jezelf toe om te ontvangen. Weet je, er zijn gevers en er zijn ontvangers in de wereld. De ene, over het algemeen zijn er heel veel mensen die willen geven, geven, geven. Maar ja, als er geen ontvangers zijn, ja, aan wie moeten de gevers dan geven? Dus het mag in balans zijn. Dus daar doen we zo wel eventjes een healingtje mee. Eventjes kijken of we dat bij onszelf, hoe dat zit en hoe we dat in balans kunnen brengen. Want het is belangrijk. Het is belangrijk om te kunnen ontvangen en om weer door te kunnen geven. Want op het moment dat jij kunt ontvangen, dan kun je ook je eigen... energievoorraad weer opladen. En dan kun je ook weer meer geven. Vorige week vrijdag zat ik er bijna helemaal doorheen. Ik heb een hele week achter hem aanlopen rennen. En dat is niet erg, want dat heb je in een relatie. En als iemand iets niet kan, dan moet je dat, moet je hem helpen. Maar ik heb lopen rennen, lopen vliegen, alles lopen regelen. En op een gegeven moment had ik echt zoiets van, nou, ik zit er echt helemaal doorheen. En toen ben ik zelf lekker een weekendje weggegaan. Ik heb een heel mooi armbandje gekregen. Tenminste, die knoop mijn vriendin zelf. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En laten we maar eventjes kijken hoe het voelt om te ontvangen en om te geven. Dus ga maar eventjes een momentje, 1-2 minuutjes. Even lekker rustig zitten, voeten goed op de grond. En dat zeg ik altijd, zodat je goed kunt aarden. En we nemen ook eventjes onze Anneke mee. Anneke is de moderator van deze groep.
Die heeft een operatie ondergaat ze. Dus ook daar zijn we in gedachten bij. Leg maar eventjes één hand op je borst en één hand op je buik. Maakt niet uit. Het is helemaal prima of dat linksom of rechtsom is. Het gaat erom dat hier zo bij je middenrif zeg maar, zit de verbinding tussen hemel en aarde energie. En op het moment dat je één hand op je borst, dus met hemel energie, en één hand op je buik, dus met aarde energie legt, dan voel je jezelf al even helemaal rustiger worden. En dan kun je ook eventjes gaan voelen hoe het staat met geven en met ontvangen. En dat is compleet zonder oordeel. Helemaal gewoon precies zoals het is. En om zeg maar dat te zien, gebruik ons derde oog. Het derde oog bevindt zich op je voorhoofd, tussen je wenkbrauwen. En dat is een oog dat alles ziet, maar vrij is van oordeel. Nou, en wanneer je ogen sluit, je fysieke ogen sluit, je oogleden sluit, dan treedt ook extra je derde oog in werking. En dat derde oog, dat kan vrij van oordeel kijken naar hoe jij in balans bent. Dus laat dat derde oog maar eventjes kijken. En kijk maar gewoon eens eventjes. Stel, je hebt een lijntje voor je. Gewoon van links naar rechts, een horizontaal lijntje. En dan de ene staat heel veel, 100% geven. En de andere staat op 100% ontvangen. En er zit een schuifje tussen. En kijk nou gewoon eens eventjes, als je gewoon eventjes helemaal rustig gaat zitten, waar dat schuifje zich bevindt. Sta jij meer naar ontvangen? Sta jij meer naar geven? Alles is goed, hè? Er is geen goed antwoord, er is geen slecht antwoord. Alles is helemaal prima. Alles mag er zijn zoals als het er is. Nou, mijn handen stromen heel erg hard. En wanneer ik dat zeg, bedoel ik daarmee dat de energie goed doorstroomt. In mijn geval natuurlijk wel engelenenergie en reiki-energie. En kijk eens gewoon waar bij jou het schuifje zit en hoe het zou voelen als je het eventjes helemaal op 100% ontvangen zet. Hoe zou dat voelen? Schuif het schuifje maar, of dat nou links of rechts staat bij jou. Schuif het schuifje eventjes helemaal, misschien gaat het floep, zo naar 100% ontvangen. Misschien moet je er helemaal tegenaan duwen en drukken. Kijk maar eventjes wat het bij jou doet. Hoe zou het zijn als je al het goede wat het universum voor jou in petto heeft, dat je daar ja tegen kunt zeggen? Tegen alle overvloed en tegen liefde en tegen plezier en vreugde en vrolijkheid. En gezelligheid. Voel je hoe de energie anders wordt, dat het gaat stromen op een andere manier? En nu gaan we eventjes als experiment, pakken we datzelfde schuifje beet en dat schuiven we helemaal naar de andere kant. Je ontvangt echt helemaal niks en je geeft alleen maar. Je ontvangt geen complimentjes, geen glimlachje. Je ontvangt helemaal niks. Woef! Probeer maar. Probeer maar hoe dat voelt. En wat er gebeurt dan in je systeem wanneer je niks ontvangt. Geen lieve aai over je bol, geen kusje, geen complimentje. Helemaal niks. Je ontvangt helemaal niks. Je geeft alleen maar. Je geeft en 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 je geeft. Wat doet dat met je systeem? Door mij gebeurt, ik krijg een lichte hoofdpijn en mijn hart begint helemaal benauwd te worden. Mijn hart trekt helemaal samen. Met name enorme kloppende hoofdpijn krijg ik daarvan. Wat is als je alleen maar geeft, 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 geeft. Je geeft jezelf helemaal leeg. Je zorgt voor partner, voor kinderen, voor hond, voor katten. Je zorgt voor alles en iedereen. Je krijgt nooit wat terug en je loopt helemaal zelf leeg. Oké, nu heb je dus dat ervaren. Pak nu dat schuifje beet en schuif dus terug naar waar jij het fijn voelt.
Experimenteer daar eens eventjes mee. Waar zou je dat schuifje voor de rest van de dag of voor de rest van de week willen hebben? Ergens in het midden? Of gun je jezelf wel een weekje ontvangen? Je mag ook blijven geven als dat bij je past. Of misschien ontvang jij juist altijd en is een weekje geven heel fijn voor je. Experimenteer daar maar eventjes mee. Voel maar eventjes waar het schuifje voor jou moet zitten. Jij bent zelf de baas over waar je dit schuifje plaatst. Geven, ontvangen, ontvangen, geven. Zoek maar een balans. En natuurlijk, aartsengel Gabriël helpt daarbij. Want we hadden aartsengelen Gabriël. Orakelkaarten set van Doreen Virtue. Dus Gabriël helpt mee. Nou, wanneer ik het schuifje weer in balans breng, dan neemt gelijk de bonkende hoofd bij mij af. En mijn hart denkt weer, ik kan weer ademhalen. Dat hart ontspant zich meteen. En is helemaal vrij van oordeel. Als jij deze week op 0% geven wil zitten en op 100% ontvangen, helemaal prima. Doe gewoon wat lekker voor je is, wat bij je past, waar jij blij en gelukkig van wordt. En het wordt niet vastgezet met secondenlijm. Hè? Dat schuifje kan altijd verschuiven gedurende de dag, gedurende de week. Binnen splitseconden kan het ergens anders heen schuiven. Het is alleen maar voor nu om eventjes te voelen wat op dit moment bij jou past. Oké. Nou, mijn handen stromen heel hard. Dat betekent ook dat mensen die op dit moment live kijken en later bij de replay energie nodig hebben. Het gutst echt, het stroomt echt zo woef, woef uit mijn handen. Ik zit heel recht en heel stevig. Nou, zulke soort dingen allemaal. Oefeningetjes en meditaties en healingen en channelingen gaan we doen op zaterdag 29 september bij de Passievol en Bewust Ontmoetingsdag. Die dag zal opgebouwd zijn uit twee blokken, nou ja, eigenlijk drie: een blok, lunch en een blok. En daar gaan we allerlei leuke oefeningetjes doen. In balans te komen, elkaar te ontmoeten, plezier te hebben met elkaar, gezellig te hebben, een lekkere lunch te hebben. Je bent van harte welkom. Woensdag start de echte verkoop van de kaartjes. En dan zit je in de passievol en bewust VIP-groep. Dan mag je gratis naar deze dag komen. Oké. Nou. Ik ben met mijn handen bezig, de energie aan het bestendigen, noem ik dat. Het voelt zo. Ik weet niet, er is in ieder geval tenminste één live iemand die last heeft van de rug. Ik weet niet of er zit een plek. Ik ben dat eventjes wat wegstrijken bij je. Kijken of er een lichte scoliose is. Oké, even die spieren ontspannen. Nou, adem in door je neus. En uit door je mond doen we nog twee keer. In door je neus. Uit door je mond. Nog één keer in door je neus. En uit door je mond. Nou, leg je linkerhand maar even op je rechterknie en je rechterhand op je linkerknie. We bedanken aartsengel Gabriël voor zijn aanwezigheid. Nou, je armen op deze manier uit elkaar, dan breek je de verbinding. Dan kom je even helemaal terug.
Heel terug in het hier en nu. Ik heb zelf even geen glas water staan, maar die zal ik zo even pakken. Drink zo eventjes een heel groot glas water voor de mensen die er later bij kwamen. Dit is de kaartenset waar we vandaag mee werken. En dit was de kaart. Sta jezelf toe om te ontvangen. Verwelkom de zegeningen van God en zijn antwoord op je gebeden met open armen. Dus een hele mooie kaart vind ik. Dus ik vind sowieso de kaart van Doreen Kleurtje zijn altijd heel mooi en heel fijn om mee te werken. Ga lekker water drinken. Maak er een hele goede week van. Hou woensdag aanstaande in de gaten, want dan is de echte verkoop van 29 september. En de mensen in de VIP-groep die gaan voor. Dus die plekjes zijn sowieso al ingevuld. En dan blijven er nog een aantal kaartjes over. En daar kunnen jullie, als je dat wil, meedoen. Dus het gaat een hele leuke dag worden. Zaterdag 29 september is in Brinkhuis in Laren. En nou, we gaan gewoon een feestje vieren. Om elkaar passievol en bewust ontmoeten. En dan ontmoeten is ontmoeten is mogen. We gaan elkaar ja, ontmogen. Dat is helemaal geen Nederlands natuurlijk. Het is een ontmoetingsdag, maar we maken er gewoon een hele leuke dag van. Dus hou woensdag in de gaten. Dan start de verkoop. En als je nu al weet van ik reserveer een plekje. Dan mail je maar op info@lisetteanne.com. En ga lekker water drinken, want we hebben toch een healing gedaan. Ook al doe je de replay. Doe dan eventjes lekker een glas water drinken. En nou ja, zorg goed voor jezelf. Oh, trouwens, zeker eens te bedenken. Volgende week woensdag, hè, de 11e start aartsengelenkunde. Dus als je daarmee wil doen, dan moet je je nog van tevoren opgeven. En dat de aartsengelenkunde hoort, is ook onderdeel van mijn certificeringsprogramma. En daar ga ik later, na deze lancering, ga eerst die 29 september doen. Daar ga ik meer over vertellen op een later tijdstip. Maar ik heb een trademark aangevraagd en dat heb ik gekregen. Dus ik ga officieel mensen opleiden en certificeren tot iets. En dat hou ik nog eventjes geheim. Dat ga ik op een later tijdstip bekendmaken. Dus, ga lekker je ding doen. I love you guys, or girls, want volgens mij heb ik alleen maar meisjes om de call zitten. En ik zie je volgende keer. Doei doei!